Welkom bij You See More Info, het vervolg van You See More Insight. En ook in deze uitzending hebben we weer hartstikke leuke dingen voor jullie voorbereid. En Sjoerd gaat jullie nu vertellen wat er in deze uitzending te zien is. Ja, het doel van deze uitzending is dat we jullie meer gaan vertellen over ons onderwijsmodel. Dat is een beetje een duur woord voor lesrooster. We gaan jullie wat vertellen over de werkwijze die we hebben hier op school. Over een stukje maatwerk dat we leveren en allerlei andere handige dingen om te weten. Ja, absoluut. Nou, zoals ik al zei, You See More Info is het vervolg van You See More Insight. Dat is de uitzending die wij hebben gedaan op 10 november. Mocht je hem gemist hebben, er was heel veel handige informatie. Check hem, zou ik zeggen. Hij staat op het YouTube-kanaal van het UNS College. Nou, ik ben Celine Rijmakers, docent muziek. En ik ben Sjoerd Jansen, docent lichamelijke opvoeding. En dit is You See More Info. Nou, hier achter ons zie je natuurlijk het onderwijsmodel. Dit onderwijsmodel is opgesteld uit het kerncurriculum en verschillende keuzeuren. Die keuzeuren zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook zeker voor talentontwikkeling. En het kerncurriculum zijn eigenlijk je standaardvakken. Dat kerncurriculum wordt vormgegeven tussen 9:30 en 14:00, want dat sluit het allerbeste aan bij de concentratie van de leerlingen. Ja, klopt. Het is een kleurrijk geheel, ons onderwijsmodel. Wellicht op het eerste gezicht een beetje verwarrend. Als je het vergelijkt met vroeger, dan hadden we allemaal dezelfde lessen en dezelfde vakken. Dan moet je kijken naar de kleur roze of lila. Vroeger hadden we allemaal hetzelfde. Nu is er veel meer kans voor leerlingen om zelf invloed te hebben op hun lesroze door keuzes die ze zelf kunnen maken. Nou, wij kunnen natuurlijk wel uitleggen wat het kerncurriculum inhoudt. Maar er is iemand die dat veel beter kan. Ja, klopt. We hebben een gast, dat is Guido van Eck uit Boekel. Guido, kom je ons even helpen? Yes. Favoriete coachleerling uit TH1B. Dan mag jij lekker op mijn plek zitten, jongen. Yes. Nou, hoi Guido, fijn dat je er bent. Jij gaat iets vertellen over het kerncurriculum. Ja, wat is dat eigenlijk? De vakken die ik standaard heb. Gewoon het lesvoorstuk. Het is gewoon een moeilijk woord eigenlijk. Ja. Het gaat over jouw vak. Ja. Okay. En kun je iets vertellen over de vakken die je hebt? Het is wel verschillend qua... Ja, op de middelbare school heb je wel meerdere vakken dan op de basisschool. Want je hebt bijvoorbeeld biologie, daar heb je niet op de basisschool. En dat komt dan in één keer best wel moeilijk aan. Alleen dat racen dan ook wel. In het begin is het wel wat makkelijker. Uiteindelijk maken ze het wel moeilijker. Oké. En hier staan een aantal vakken. Wat is jouw leukste vak? Gym. Sjoerd en Guido zeiden net al, in het kerncurriculum heb je eigenlijk les met je normale coachklas, toch? Ja. Met je 1B. Ja. Maar nu zijn we onderweg naar de talentenuren. En die talentenuren, die heb je niet met je vaste coachklas. Die heb je eigenlijk met allemaal mensen die ook gekozen hebben voor dat keuzeuur, toch? Ja. Oké, nou, dan gaan we daar nu heen. Ja. En we staan inmiddels in het muzieklokaal, een prachtig lokaal. En hier gaan we het hebben over de talenturen met Guido. Hoi. Hoi. Hey, die talenturen, hè? Kun je daar eens iets over vertellen? Wat doe je daar? Ja, je vult zelf in wat je graag wilt doen. Mm-hmm. En dat ga je dan doen met andere kinderen. Dus je zit niet samen. Okay. Uit de klas. En wanneer heb je die dan, die talenturen? Iedere maandag. En dan zeg jij dus eigenlijk, we zitten niet samen met de coachklas. Nee. Het doet een beetje pijn, maar het is oké. Maar je hebt wel eigenlijk dus een keuzevak. Dus je zit met allemaal andere mensen. Dus ook uit BK en uit KT, maar ook uit TH natuurlijk. Ja. Allemaal uit leerjaar 1? Ja, ja, dat wel. En hoe kies je dit dan? Hoe doe je dat? Ja, via Zermelo. Mm-hmm. En dan krijg je een lijst te zien van wat je graag wilt doen. En dan staat er bij brandklimmen, techniek. Mm-hmm. Creatief en sportief. Persoonlijke ontwikkeling zit er ook bij. Die is er ook nog. Klopt. De T-uren is eigenlijk maar één klein stukje van jouw week. Dat is alleen jouw maandag. Ja. Wat hebben we op dinsdag? De dinsdag hebben we de P-uren. Praktijkuren. Mm-hmm. Ja. En dan mag je zelf invullen welke les je dan graag wil doen. Dus bijvoorbeeld je hebt nog huiswerk van rekenen. Rekenvaardigheden. Je moet wel correct zijn natuurlijk. Ja, rekenvaardigheden. En P-uren staat voor?
Persoonlijke uren, hè? Persoonlijke uren. Waar hangt dat vanaf? Waar houd je rekening mee? Bijvoorbeeld, je bent naar de orto geweest en je moet dan nog een les inhalen. Dan kan je ook PU kiezen. Oké. Okay. Of als je het vak leuk vindt en je wilt er meer informatie over. Of je vindt het moeilijk en je wilt er ook meer uitleg over. Oké, dus je zegt eigenlijk van, ik heb een les gemist. Ik kan iets inhalen. Je zegt van, ik vind een vak heel leuk. Ik wil er meer van weten. Misschien zelfs wel op een ander niveau. En je zegt eigenlijk van, ik vind het een moeilijk vak, dus dan kies ik ook voor een week. Hoeveel heb je die in de week? 4 uur in de week. En wanneer kies je die? Het wordt aangegeven op Semlo wanneer je die kunt kiezen. Oké. En kun je ook geen P-uur kiezen? Nee. Je moet ze kiezen? Ja, er staat dan ook onderin een geel bakje. Je moet nog minimaal zoveel dingen inschrijven. Je kiest 4 P-uren in de week. Die kies je verplicht. Ja. Dus iedere week maak je eigenlijk een keuze voor de week daarna. Ja. Oké. Helder. Ik hoor talenturen, ik hoor persoonlijke uren. Dan hebben we het eigenlijk nog niet gehad over de succesuren. Ja, de S-uren. Ja, dat is een uur op donderdag of vrijdag. Mm-hmm. Dan word je zelf ingeschreven door een docent als je bijvoorbeeld de toets onvoldoende hebt gemaakt. Maar als ik jou goed heb gehoord, zit jij daar dus nog niet? Nee. Want ik heb nog geen onvoldoende. Als je nooit een onvoldoende haalt, ben je vrij tijdens de S-uren. Ja. Ja. Oké, nice. Goed om te weten. Wie helpt jou met kiezen van je P-uur? Ja, ik kies het vooral zelf eigenlijk, vooral mijn hersenen. Ik kijk dan van of dat ik nog huiswerk te maken heb voor dat vak. Mm-hmm. En dan kies ik dat vak en dan kan ik het mooi afmaken. En als je er wel extra hulp bij nodig zou hebben, wie zou je dan aanschieten? Van je coach. Een belangrijk onderdeel van ons onderwijsmodel is de coaching. We hebben het dan over groepscoaching. En groepscoaching is 3 keer in de week met de hele klas. En daarbij staan thema's als leren, leven en werken centraal. Daarnaast gaat het over de individuele coaching. En dat wil zeggen dat je als coach 1 keer in de 2 weken een individueel gesprek hebt met iedere coachleerling. Wanneer het nodig is, spreek je elkaar vaker. Maar sowieso 1 keer in de 2 weken een kwartier per leerling. Wanneer het gaat over coaching, dan is de samenwerking tussen leerling, coach en ouder ontzettend belangrijk. We hebben daarom ook veel contact met elkaar. Voor leerlingen die wat extra hulp en begeleiding nodig hebben, hebben we op school een ondersteuningsteam. En dan kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen zich hier op zijn plek voelt en een fijn schooljaar heeft. Hoi, ik ben Bibi. Hoi, ik ben Jorah. Hoi, ik ben Sydney. Hallo allemaal, ik ben Famke. En wij gaan vandaag onze school laten zien. Iedereen op deze school krijgt een kluisje. Je kan je kluisje openen met een locker-app. Je kan hier allerlei spullen in leggen. Ook je jas, maar ook boeken die je die dag nodig hebt. Oh ja, je kan trouwens ook je telefoon opladen in het kluisje. En als je nu denkt, hoe maak ik mijn kluisje dan open? Heb je een pasje. Daarmee kan je ook je kluisje openen. Nu gaan we naar de break. Dit is de break. Dit is een van de 2 pauzehouplekken. Hier kan je zitten met je vrienden om gewoon even te chillen in de pauze, om iets te eten. En er zijn ook snoepautomaten. Dan lopen we naar de gang toe, vind ik de leukste gang van de school. Hier heb je namelijk techniek, muziek en beeldende vorming. Er zijn 2 technieklokalen, en 1 muzieklokaal en 1 beeldende vorminglokaal. Ik vind het gewoon echt de leukste gang van de school, want dit zijn allemaal praktijkvakken. Wij hebben vandaag de sleutel van school, dus we kunnen overal binnen. Dit is een muzieklokaal. Muziek is mijn favoriete vak. Jeetje, wat potterie. Laten we nu naar techniek gaan. Hier wordt techniek gegeven. Eerst maak je bijvoorbeeld een knikkendorrel. We gaan nu naar beeldende vorming. Dit is het klaslokaal beeldende vorming. Hier krijg je tekenen, bakken. Of ja, dan niet bakken met brood bakken, maar potten bakken. Of juist meer richting het verven. En zo heb je allemaal dingen. Hier heb je bijvoorbeeld allemaal knutselen met tekeningetjes.
Maar je hebt ook schilderen. En dat is echt met grote doeken. En dan kan je bijvoorbeeld Pluto tekenen, de hond van Mickey Mouse. Dan kan je juist Mickey Mouse tekenen. Echt, het maakt niks uit. Je kan het zo gek bedenken of je doet het bij beeldende vorming. Ik heb geen beeldende vorming, maar Zoom. Zoom is voor TH-kinderen. Zoom is techniek, bakken, tekenen en verven. Iets heel anders dan beeldende vorming. Normaal zou ik nou biologie hebben, maar ja, ik moet een filmpje maken voor groep 8. Hier achter ons is de receptie. Als je iets kwijt bent, kan je het hier komen ophalen. Nou gaan we even de directeur lastigvallen. Hij is er niet. Ik heb de sleutels, we kunnen erin. Ja, kom, we doen het gewoon. Wie wil er op de directeurstoel zitten? Hier zit normaal eigenlijk de directeur. Maar ja, nu heb ik de kans om te zitten. En het zit eigenlijk wel fijn. Dit is de aula. Hier kan je ook lekkere dingen halen. Bij de catering. Broodje. Kom, we gaan nu naar de mediatheek. Als je in de mediatheek binnenkomt, moet je als eerst je pasje hier neerzetten. Je kan hier boeken lenen, iets uitprinten of gewoon huiswerk maken. We gaan nu richting de afdeling. Oh ja, hier wordt Nederlands gegeven. Hier digiwijs. En hier wiskunde. Dit is de afdeling. Hier kan je al je problemen oplossen en als je ziek bent, kan je je hier melden. Dit is de andere afdeling. Dit is voor basiskader of kadertheoretisch. Nu wij hier zijn, wordt er hier eindelijk eens een keer gewerkt. Kom, we gaan naar de verdieping hierboven. Kom, we gaan naar NASC, oftewel natuur en scheikunde. We zijn nu in het NASC-lokaal. In de tweede krijg je pas NASC. In de eerste krijg je biologie. Hier doen we allemaal proefjes en werken we ook in het boek. Omdat je maar in de tweede pas NASC krijgt, moeten we eventjes wachten. Aww. In deze gang wordt aardrijkskunde en geschiedenis gegeven. Ik vind geschiedenis niet zo'n leuk vak, maar andere kinderen misschien wel. Daar is ook nog een NASC-lokaal, natuur- en scheikunde-lokaal. Dat is hetzelfde als dit lokaal. Kom, we gaan naar 2-10. Maar daar ben ik nog nooit geweest. Maar ik wel. Dit is 2-10, ook wel het straflokaal. Hier kom je naartoe als je je huiswerk niet af hebt of als je moet voorkomen. Hier maak je dan, als je moet voorkomen, je extra huiswerk. We zijn hier nou wel aan het verbouwen, waardoor je het niet heel goed kan zien. Nu gaan we naar het gymlokaal toe. Let's go! Andere kant op! We gaan nu via het P-gebouw naar de gym. Dit is de tunnel en hierdoor ga je naar de gym en gaan we de trap omhoog. Je kan ook via buiten. Dit is onze afdeling van gym. Daar zijn de jongenskleedkamers en daarachter de meiden. Maar we gaan nu de gymlokaal binnen. Dit is het gymlokaal. Achter zit er ook een. Hierachter in de gymzaal zit ook een klimland. Hier worden ook de theeuren met gym gegeven. Gym is mijn favoriete vak. We waren net hierboven in de gymzaal en we zijn nu bij een praktijkonderdeel. In het tweede ga je kennis maken met praktijkonderdeel. Bijvoorbeeld zorg en welzijn. We zijn nu weer een verdieping lager en we zijn nu bij economie en ondernemen en bouw, wonen en interieur. Ik laat jullie even zien. We zijn nu bij de afdeling DNP. En we zijn nu bij P, iets met metaal, elektriciteit, ik weet het ook niet.
Zo, het zit er weer op. Ik ga naar mijn fiets. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van school te laten zien. Normaal pak ik hier mijn fiets, maar er ligt zoveel sneeuw. Ik heb me nu lekker door mijn ouders laten brengen. Dit was de rondleiding van onze school. Ik zie jullie volgend jaar. Doei! En we staan hier nu weer met Celine en met Guido. En we gaan het nu even hebben over verschillende werkwijzes hier op school. Want jij hebt je boeken. Ja. Maar je hebt ook je laptop. Ja. Hoe werkt dat? Ja, als je de boeken bij Van Dijk bestelt, dan regelt Van Dijk dat je ook online je boeken kan inzien. En ook dat je online opdrachten kan maken. Mm-hmm. Dus ook eigenlijk precies dezelfde opdrachten, alleen dan staan ze online. Handig wel. Ja. Nou, we noemen dat met een heel duur woord blended learning. Maar wat Guido zegt is eigenlijk beter. Dan moeten we het hebben over bring your own device. Ja. Ik weet van de introductieweek dat jij mij daar nog meer over kon vertellen dan ik jou. Dus alsjeblieft, wil je het even aan de kijkers thuis vertellen wat dat precies is? Device is een Engels woord voor telefoon of eigen toestel. Je eigen laptop kun je bij de rent company bestellen. En je moet ook je eigen telefoon meenemen. Dus college zorgt daar zelf niet voor. Nee, en dan kun je je kluisje toch mee openmaken? Ja. Je hebt een Elo. Ja. Wat voor iets is dat? Daar staan hulpmiddelen in die je kunt gebruiken als je een vak nog moeilijk vindt. Ja, dus leermiddelen eigenlijk. Ja. Die kun je dan vinden op Magister. Ja. Ja? Dus dan heb je daar ook nog inderdaad je digitale boeken heb je daar staan. En dus extra tips van de docenten om je op weg te helpen. Ja. Handig wel. Nice. We gaan het nu hebben over de dakpanklassen die we hebben hier op het UDIS College. Een dakpanklas biedt jou de mogelijkheid om in je eigen klas sommige vakken op een ander niveau, op een hoger niveau te maken. Zonder dat je daarbij naar een andere klas hoeft te gaan. Nou, voor de sector VMBO hebben wij een aantal dakpanklassen. Dat is namelijk basiskader, kader theoretisch en theoretisch HAVO. Nou heeft de sector HAVO-VWO heeft ze ook. Dan hebben we HAVO-VWO, VWO-gymnasium, VWO-projecten en Waldorf. Het allerbelangrijkste voor ons is dat jij je kunt ontwikkelen op een niveau wat bij jou past. En daarom hebben we dakpanklassen. Ja, en het juiste niveau is niet per se het hoogste niveau. Het is het niveau waarbij jij je fijn voelt, waarbij je graag naar school gaat en de uitdaging zoekt voor jezelf. De dakpanklassen bieden ook de mogelijkheid om leerlingen kansen te bieden. Dat doen we onder andere door te werken met een tweejarige onderbouw, waarbij we ernaar streven dat alle leerlingen binnen 2 jaar op het juiste niveau zitten. Daarnaast proberen we maatwerk te leveren door een stukje verbreding, verdieping of extra oefeningen aan te geven. Het gaat erom dat de leerling wordt uitgedaagd en gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen. In het onderwijsmodel staan op 2 momenten in de week staat er overleg gepland. Dat overleg is tussen coaches en vakdocenten. Dan praten we over lopende zaken op school, over projecten en activiteiten. En natuurlijk worden ook klassensituaties en leerlingzaken besproken. De leerlingen die zijn vrij wanneer er overleg is tussen de coaches en de vakdocenten. Ik vind ze vaak wel leuk, toch? Vrij is het allerleukste, ja. Nou, daarom zitten we dus ook op de afdeling, zoals je hier kunt zien. We overleggen niet alleen met coaches, we overleggen natuurlijk ook met de ouders, want dat is super belangrijk. Mm-hmm. Daar hebben we een aantal momenten voor, eigenlijk in het jaar. Aan het begin van het jaar heb je natuurlijk je startgesprekken. Daarin legt de coach natuurlijk uit wie hij of zij is en legt hij uit wat we dit jaar allemaal gaan doen. Het startgesprek is eigenlijk een heel uitgebreid kennismakingsgesprek. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je elkaar zo snel mogelijk, zo goed mogelijk leert kennen. Ja. Om ervoor te zorgen dat iedereen hier een fijn schooljaar kan hebben. Absoluut, en het sluit ook compleet aan natuurlijk op de algemene ouderavond die aan het begin is van het jaar. Ja. Zodat je later in het jaar het kunt hebben over de voortgangsgesprekken. Ja. En dat is eigenlijk het moment waarvoor het eerste cijfers in beeld komen. En waarin we gaan kijken van, hoe gaat het nou eigenlijk? Bij de voortgangsgesprekken wordt u uitgenodigd. Dat kan zijn telefonisch, het kan zijn op locatie op school of misschien zelfs wel thuis. Er zijn een aantal geplande momenten, maar natuurlijk zorgen we ervoor dat wanneer het nodig is, dat we altijd tijd maken voor een gesprek. De bank is helaas niet groot genoeg voor ons drieën, sorry. Dus ik ga toch vragen of Guido even erbij komt, want die heb ik nodig. Sorry. Hallo, hallo. Hallo. Hey, wat heb je allemaal bij je?
Ik heb een planner bij en mijn laptop. Ik heb nou mijn planner vast. Hierin kun je zien, ja, kun je dingen opschrijven, notities en de vakken die je hebt. Mm-hmm. En kun je huiswerk opschrijven, zodat je het niet vergeet. Ja, en eigenlijk ook dingen inplannen hè, voor een proefwerkweek. Dat doe je daar ook in. Wat noteer je nog meer in die planner? Ja, de lokale, de e-coaching. Kijk, daar zocht ik naar, dankjewel. Super, inderdaad. En wat noteer je dan? Het cijfer van wat is mijn gevoel op een schaal van 1 tot en met 10. Mm-hmm. Te bespreken wat, ja, wat is het onderwerp in de groepscoaching. En ja, besproken / afspraken. Ja, supergoed. Zodat je eigenlijk aan het einde van het jaar precies kunt zien wat je natuurlijk hebt bereikt in een jaar. Want als je hier met een probleem zit en die heb je hier opgelost, dan heb je een groei doorlopen. Ja. Dat is ook leuk voor jezelf om te zien. Ja. Oké, nou dat is je planner, hè? Yes. Nou zit er voor in jouw planner zit een heel mooi boekje. Ja. Wat staat er in dat boekje? De planning van, het, van ieder vak. Bijvoorbeeld Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. En dan staat daar dus eigenlijk per week in wat je in de les behandelt, wat er thuis van jou wordt verwacht, welke opdrachten je thuis moet maken, en wat er dus komt in het proefwerk. Ja. En dan staan hier verschillende delen, zodat jij dat weer kunt toepassen. Eigenlijk, ik kan net zo goed eigenlijk, ook al heb ik hem een week geleden de trap dus gehad en is hij pas over 8 weken volgens mij, kan ik net zo goed nu al beginnen met leren. Bam, kijk goed. Ja. Modelleerling. Supergoed. En je hebt ook nog je laptop vast. Ja. Top. Nou, je hebt hem al openstaan. Ik heb hem maar gisteren openstaan. Hiermee kun je dus naar de ELO, wat we eerder al hadden behandeld, en naar de leermiddelen. En daar kan je dus de online boeken inzien. Wat zie je allemaal staan bij de studiewijzer? Alle vakken die we hebben. Ja, en klik eens op zo'n vak. Aardrijkskunde bijvoorbeeld. Die staat bovenaan. Die staat altijd helemaal vol. En wat staat er dan allemaal? Daar kun je ook zien wat er in het moduleboekje staat. Eigenlijk heb je alles wat je eigenlijk zelf ook bij je hebt, heb je eigenlijk ook gewoon online. Eigenlijk gewoon alles is een kopie. Dus huiswerk, toetsen, ja, lesstof. Boeken vind je allemaal in de studiewijzer en op de ELO. Ja. Handig. Ja. Tot nu toe hebben we jullie heel veel informatie gegeven over ons onderwijsmodel, over coachingsmomenten, over lessen en over keuzeuren. Nu op het einde van deze uitzending geven jullie graag nog wat praktische informatie mee over de toelating. Allereerst is het belangrijk om te zeggen dat het advies van de basisschool bindend is. Daar gaan wij als UDUS College ook in mee. Wanneer u uw zoon of dochter aanmeldt hier op school, dan houden we rekening met de wens van de leerling. Dat betekent dat uw zoon of dochter aan mag geven met welk vriendje of vriendinnetje hij of zij graag in de klas wil zitten. Daarbij streven we ernaar om maximaal 4 tot 6 leerlingen van 1 basisschoolklas hier in een brugklas te plaatsen. Bij het indelen van de klassen houden we rekening met de plaats van herkomst. Dat betekent dat we gaan kijken waar een leerling woont en dat een leerling niet in zijn eentje een heel eind hoeft te fietsen naar school. De indeling van de klassen is in juni definitief en ook in juni is de introductiedag met alle leerlingen van de nieuwe klas. Celine, ben ik nog iets vergeten? Ja, je bent 1 ding vergeten en dat is namelijk de belangrijke data. Om mee te starten hebben we natuurlijk de open dag. Die is op 22 januari. Daarna volgen de inschrijfavonden, dat zijn er meerdere. Dat is van 7 tot en met 17 maart. Dan heb je natuurlijk het bericht van de toelating, waar je terecht gaat komen hier op school. Dat is op 21 april. En dan de allerbelangrijkste, de kennismakingsdag. Dat is de dag dat jij samen met je nieuwe klasgenoten, dus ook je nieuwe coaches gaat ontmoeten. En die is op 12 juli. En alle data zijn in 2022, dus mis ze niet. Nou, in onze vorige uitzending van You See More Inside hadden we natuurlijk de prijsvraag met de belangrijkste vraag ter wereld. Welk voorwerp hoort niet in het kluisje? Nou, we hebben een winnaar gekozen. Ja. En die heb jij. Ja, ik heb hem. En dat is... Oké. Okay. Even kijken of dat... Hold my envelope. En dat is... Teun van Doorn uit Mariaheide. Ja! Dus Teun, jij gaat met jouw klas samen met z'n allen op de fiets naar Uje voor Ude on Ice. Leuk! Gefeliciteerd! Veel plezier! Veel plezier! Hallo jongens en meisjes, dames en heren. We zijn bij het einde aangekomen van deze uitzending van You See More Info.
We hopen dat jullie heel veel geleerd hebben van het met ons door school rondlopen en van alle informatie die we hebben verteld. Mochten er dingen zijn die je toch nog niet snapt of die onduidelijk zijn, je kunt altijd alles vinden op www.unenscollege.nl. Maar het allerbeste is natuurlijk om langs te komen op een open dag. Absoluut. Dus dan zeg ik hopelijk tot snel. Tot snel. En nog een hele fijne dag toegewenst. Houdoe! Voor jullie klaar. Op het UC ga jij echt groeien. Je eigen weg mag jij echt volgen. Maar hulp krijg jij wanneer jij dit nodig hebt. Het zal best spannend zijn, maar ga ervoor. Het wordt echt super vet, geloof me hoor. Echt ons UC wordt nu je tweede thuis. En na de zomer ga je trots naar huis. Je eigen coach en klas, je hoort erbij. Je eigen droom en doel, dat kies jij. Word wie je wil en maak je dromen waar. Voor hulp staan we altijd voor je klaar. Hard op jouw niveau, zoeken wij de juiste flow. Op het UC mag jij echt stralen. Vertel je later de veel verhalen van het UC, wat je mee hebt gemaakt. Het zal best spannend zijn, maar ga ervoor. Het wordt echt supervet, geloof me hoor. Echt ons UC wordt nu je tweede thuis. En na de zomer ga je trots naar huis. Van leer 1 tot 4 of 5 of 6. Op het UC leer jij met succes. Voor elk vak krijg jij topdocent. Maar bovenaan.